vandaag dinsdag. En het is een beetje druilerig buiten. Er is markt hier vandaag in de wijk. Dus ik denk dat ik dadelijk even lekker naar de markt loop met mijn hond. Of dat ik op de fiets ga, dat weet ik nog niet. Maar naar beneden, een bakje koffie zetten, wakker worden. Dan gaan we beginnen met de dag. En Mr. Onschuld. De kattenbakjes, die ze pikt. En mijn vuilniszak leeggetrokken. Het is echt ongelooflijk. Hé? Wat heb je gedaan? Dat mag niet, hè? Nee! Draak. Nou, snel opruimen. Maak je koffie zitten. En het begin van de dinsdag. Joehoe. Ach mensen, ik kom gewoon echt niet op gang. Ik heb wat vacatures bekeken en op een aantal gereageerd. Het gaat me steeds meer tegen de borst stuiten om te reageren. Want je krijgt of geen ontvangstbevestiging, laat staan een reactie. Dus af en toe vraag ik me wel eens af waarvoor ik het doe. Maar ja, je hangt er echt als 47-jarige een beetje tussen. Want alles in het nieuws gaat natuurlijk over de 55-plusser. Die slecht aan het werk komt. Nou mensen, als je 47 jaar bent, idem. Ik zal eens even laten zien hoe ik me voel. Zoals die daar. Dit is wat Willem heeft achtergelaten. Ga ik zo maar eens even opruimen. Ik heb inmiddels natuurlijk wel de zooi opgeruimd van de vuilniszak die Chester heeft leeggegeten. En wat ik heel spannend vind is hoe de video ontvangen wordt die ik vanochtend geplaatst heb. Waarin ik iets zeg over YouTubers en de politieke mening. Maar ik ga mezelf omhoog hijsen. Ik ga hier heel snel aan de opruim. En ik zie jullie later. Kennen jullie dat, jongens? Dat je net wat in je handen hebt. En het gewoon weer terug kan vinden. Ik word een beetje gek. Lijkt wel verspeld hier. Ik heb net een spiegeltje in mijn handen. Om de achterkant van mijn haar te bekijken. En het is gewoon weg. Nee. Het zal de leeftijd wel zijn. Maar ik ga het op zoek. Opgemaakt. Roze blouseje aan. Hetzelfde vest als gisteren. Dezelfde broek als gisteren. Met een bloemenmotief, zwarte enkelaarsjes eronder en klaar. Ik ga lekker met de hond naar buiten. Dan gaan we kijken wat we verder nog kunnen doen van mijn to-do list. Yes, eindelijk. Oh, het is warm hier. En kijk eens wie weer is te kat. Heeft gejat. Wat heb je gedaan? Wat is dat? Wat is dat? Dat mag niet, hè? Mister Schuldig kijken. Dat mag niet. Hé. Hey. Schaam je. Oh, ik geef me over. Ik geef me over. Ik weet het. Ik weet het. Donder. Ik ben op de fiets even naar de markt geweest. Oh, helemaal huilogen. Ik ga natuurlijk even kijken wat we wel zien. Koffiewater bijvullen. Het is niet dat ik in de houding spring, maar het is wel zo gezellig. Hij is nog om 16:45 de deur uitgegaan, dus hij verdient wel een bakje koffie. Die gaan we gelijk aanzetten en dan kan vanavond weer nog een keer en een bakje koffie inschenken. Ik heb te telefoneren. Ja, maar zo. Bijna aanvallig auto, probeer je nou met zijn eigen software, zeg maar, ik moet daar verbinding mee te maken. Ja, wat doen we nu? Huh?
Alsjeblieft, kom wel. Jij komt binnen. Nou, hier nog even snel afsluiting van de vlog. Vanavond gewoon lekker televisie gekeken. Married at First Sight van Peter van der Vorst. Hartstikke leuk. Ik ben benieuwd welke koppels het vol gaan houden. Wel leuk om te zien dat die Patty en die Bram nog steeds bij elkaar zijn. Dus we zullen het zien hoe ze elkaar gaan vinden bij de huwelijksvoltrekking. Jullie was hier vanavond. En we heerlijk gegeten. De jongste kwam nog even aan. En die was deze trainer voetbal, dus die kan nog even gezellig wat drinken. Het is nu 2:15. De hele familie is in rusten. Juri is ook net naar zijn bed, die heeft natuurlijk vakantie. Dus ik ga hem alleen nog even afsluiten. Ik ga jullie morgen zien. Bedankt voor het kijken. Geef een blauw duimpje als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren als je niets meer wil missen. En dan zeg ik fijne ochtend, fijne middag, fijne avond. Have fun, geniet en tot vlogs. Oh,